die carnavalisten van hier of hier? Hoe zijn de Inuviters? Ik keur al niet goed. Hoe zijn de Waddelkrabbers? Mag ik aan een vredestel van de 63ste stadprins van Ierof, zijn koninklijke hoogheid, prins Stefanie! Waddelkrabbers. Prins Fritsken werd van jood door de koninklijke carnaval rood en dat voor de derde keer door hier jood hooggesteld als prins van Ierland. Ik zeg wel draag, keren achterin, ogen zien dat we vorig jaar niks van carnaval gedaan of gehad hebben. Dus het is wel degelijk draag keren achterin dat een prins carnaval is. Door deze derde oorstelling, werd automatisch keizer carnaval van Ierof. Keizer Don Moritz in 1972 en Keizer Don August in 1983 willen we vandaag Keizer Fritsken hartelijk verwelkomen in de geschiedenis van Carnaval Ierof als de derde stadskeizer. Je ziet allemaal dat corona toch al iets heeft opgeleverd. Proficiat op Keizer Fritsken. Deze keizerlijke titel liet ons dan ook toe om direct en tegelijkertijd nog een nieuwe prins te kiezen voor Van Tjoor. Deze twee laureaten van de Raal 20 van ons dan ook een zeker onvergetelijke carnaval bezetten. Maar na nog voor iedere keer veel van onze prins voor weer zien, voor Keizer Fritsken nog een daverend applaus krijgen. En raadslid Bren Bijers heeft de eerste samen met raadsdame Lydia de Spiegelheer om Keizer Fritsken te tonen met de keizerlijke mantel. Ook de keizerlijke medaille wordt hem door beiden aangepast. En raadsvoorzitter Pascal Karaal mag dit jaar, nu 40 jaar, terug een Ierofse keizer officieel ontstellen, de keizer Fritsken te tooien met de keizerlijke steek en de vier pluimen.
De beste carnavalist Nino weer terug naar Kuizer. En daar een applaus voor onze hoogheid. Derde Kuizer carnaval van Nino's Kuizer Vitsken. Graag nog een daverend applaus. En mag ik dan Kuizer Vitsken uitnodigen in de top? Weer nooit doen, hè? Kost toch te warm. Kon ik eens spieken? Spieken. Ja. Beste carnavalist! Het is normaal als je al een beetje gelijk met is er eerst drankprobleem. Een keer dat er een zit, gaat het er moeilijk nog vanaf. Als je voelt maar een beetje. Hier staan we van alle meisjes. Wat vind je van onze prins? Allemaal al lang verspild. Dat van Tjoor echt een bierstige carnaval geworden. Al wel, als deze geen bierst is, dan weet ik het ook niet. Pas op, ik ben content dat ze van kiezen, de heuken van rekening, gaan we naar mijn maan, want voor hetzelfde geld onze de karren gepakt. Dat is zo pas een schuikoppel geweest, had, heeft de garage gezegd. Niet echt, ik ben ongelooflijk content en verschrikkelijk veilig op deze klepper van de prins. En ik weet nou vooral zeker dat ze dat heel goed doen. Dat werd zonder twijfel een super carnaval. Maar nou iets helemaal anders. 60 uur carnaval in ons, zoals dat Pascal al gezegd heeft, twee pages gegeven. Morris en Dolores. Twee echte monumenten in het collectief carnavalsgeheugen. In heel lief of onsterfelijk, uit al hebben ze ons alle twee al even verlaten. Ze leven ooit je hoort, woes in elk van ons. En als u zat hier nog, doet al even zonder bekaaier. En als er dan toch van zijn leven nog iets moest van komen, dan is het na dat moet gebeuren, hebben ze dat er ook gepest. Dus, dat voor een beetje is de vijfde toch nog weer iets goed geweest. Prins werden is sowieso al een droom vervelen, maar slechts verwaardigen komt aan droom effectief echt ooit. Dat op zich was op zich al een echte ervaring voor mij. Modern kreeg ik dus de vroeg, omdat ik dat zag zitten om een derde kajer te werden van Nino. Dat is iets dat niemand van zijn leven ook daarvoor verspellen, maar gewoon ikzelf. Want zeg maar zelf, vandoog werd er hier dus echt effectief geschiedenis geschreven, hè, weet je? Besef dat dan. Toch moet ik eerlijk toegeven dat ik het even onderpeilen kan. En in het begin was er toch wel enige twijfel. Want prins werden, dat was iets. Maar kajer, dat was eigenlijk toch nog wel iets helemaal anders. Zoek je toch wel eens iets aan? Vond ik dat wel ken? En als kajer moest ik wel de rood komen. Oei. Nee, in het begin was ik al niet echt zeker. Maar nadat de jongere rood door uw baan gekomen is, voel ik me toch al wat meer op mijn gemak. Als je zit er toch op horen, dan mijn naam voor de nog te stikken. Maar gelijk als al gezegd, van de rood worden ze lang ontwachten om nog eens een kajer te kennen hebben. En deze kans gingen ze dus nooit of nooit meer krijgen. Het was hier zelfs op een scooter gepresenteerd. Dus wie zou ik daar zijn om deze te wagen? Zowel van mijn wagen, van hier of als we carnaval in het algemeen en vooral voor huilen. Dus ik heb een keer eigenlijk, ja, want eigenlijk toch hier op moet lopen. Het is dan leuk, een graalige hier, om deze titel te mogen dromen. Zeker in onze een prachtige stad met de allerbeste carnavalisten van heel de wereld, want dat is heel gaaf. Ik beloof huilen dat ik deze met heel mijn hart kan zien en zolang als dat kan, zal doen voor huilen. En de ruilen allemaal. En als ik daar nog alle jaren
als je een ferm omhoog gaat als prins tegen Maldrag, dan er al een gezicht in zijn bouw op de dag. De zomer met onze prachtige prins Stefanie, begonnen van 2023. De schoensten, de beste, de prachtigste, de meest onvergetelijke carnavalbogen dan een in jaren niet meer had hebben. En ik pijl dat dat zeker niet zal volgen. Wanneer zie ik alvast graag maar zitten en ik pijl dat dat bij jou niet anders is. Maar gisteren nog één ding te zeggen. Geniet ervan, mocht er een graag goede carnaval van. Alaaf! 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 Speciale gebeurtenis in onze Ninofse carnaval. Terug de 63e sprints van carnaval Ninof. Prins Stefanie op het podium dragen. Rotsdame Lydia de Spiegeleer en raadslid Brent Bayens hebben de eer om de prinsenmantel om de schouders te hangen aan onze nieuwe prins. Ja.
mag ik dan ook raadslid Brent Baeyes verzoeken om onze nieuwe stadsprins de Prinsenmedaille om te hangen. Beste Canavissen, de grote trots van iedere prins, de Prinsensteek. De voorzitter Pascal Keraal heeft de eer om de prins te tonen met de Prinsensteek en de ooggepaste plooien. We kennen al de 63e carnavalprins van 2023, namelijk Prins Stefanie, en naar de eer om ons toe te spreken. Te geveren was voor hele programma op een KV. Maar wat daar niet voor te geveren was, was zelf Janne horen. Tijd kwam er de anonieme telefoon. Je weet je wel, hè? De anonieme telefoon van Pascal. Ik pakte hun op en achter hem was geven over koeien en kalveren. Kreeg ik in iedere keer de vroeg. En nee, het was deze keer niet een skeuvlens. Stefanie, ik heb nog een vroeg. Weet je ha van het jaar, onze prinsjein, en door stond het ten. Batailles een grote mond, maar nou echt onder grond genogeld. Al beven door mijn harten en door mijn kiekers te zien. En ik kreeg als antwoord, ja, het werd stilletjes op telefoon. Ja, wat doen we nou op? Allee ja, Peter is over nu op een hamak, Stefanie, maar over mij moet ik het weten. Maar eigenlijk moest ik er niet over nu op eisen zijn, want ik wist een tijd direct al. Ik zag boven al mijn kiekers als u doen. Maar ja, was dat mijn kiekers dat ontknikken worden, of was ik kikkelen van de beef? En het zijn toch een dag en een half vlot te wachten, want ik was eigenlijk zo'n nummer ook kwijt dat ik op een stukje gazettepapier geschreven had. Maar hij mocht ook wel wachten, hè. Hij wil maar u doen voor het schieten. Maar als u toen ik in na voor alle carnavalisten, als droomzusterste... Zijn ja. Uitgeroepen zeker? Ah, maar geen nummer pijzen. Ah, toch. Ja. Anders, bij een KV moet ik nog niet groot zijn.
niet binnen. Maar als u carnavalisten stond ik hier vooruit als 63e stadsprins van Ino. En wel, prins Fitske? Maar nou is het mijn prins, hè? Nou is het kwaadjer. Een viske titel. Wie jou dat gaat pezen, jong. Verleid jij, hoor. Hé, kom dan hier dat ik haar vrouw bezig heeft. Algever op de radio, maar prinsje mocht Algever in de kajer, de prins, en dan stond ik hier. Maar misschien, je weet het allemaal, ben ik een schoolvrouw. En een nufra zou een nufra niet zijn als ik aan die na drie vragen stel. 1. Gaan we er een boek op geven? Geven? Ja! En dra! Of dat we er hier een boek op gaan geven? Ja! Allah, Allah, Allah. En dat was dan onze speech van prins Stefanie. Geef ze nog maar een applausje. Prins, ik heb gehoord dat we voor de carnavalisten een steunliedje hebben opgepikt. Zullen we dan een keer mee gaan houden? Hier. Maar je hebt
niet vroeger, gewoon ook. Zo, dat was er liggen. En natuurlijk de koninklijke carnavalroet, Eduk van Duur, een bloemetje voor onze prins. Geen rotslid Brent Bains. Ook Pieter en Ling van Juweliersnachterhallen zonder verzorgen dat de prins Stefanie telkens op uit zou komen. En mag ik ook de echtgenoot van onze prins Glenn op het podium vragen. Het is iets een ander clubje gekregen. Last but not least, Prins Carnaval 2022, Keizer Witzkena, zal Prins Stefanie verwelkomen en een sputterende carnaval toewensen. Hem onder een applaus. En beste carnavalisten, dus dat mag ik nog een warm applaus voor onze trouwzuster, de stadsprins, Prins Stefanie. En onze derde stadskeizer, Keizer Witzken, die zomervrouw nog een liedje brengen. I'm
Want we roepen om iets van af. Want als de kajer en de ringsboertje geroken, leg je niet verdraad over op zijn gang. Prins, wacht even, ik zie er nog iemand met flesjes doen. De voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie, Pascal Stiedekart, alstublieft. En hier het opperhoofd van de Prinsenkamer, wil daar ook iets over aan doen. En is er nog iemand dat is tot de wachten, prins? Hier is het. Listen, dat was het dan. Ik wens hem alvast in om van iedereen van de Rood en van iedereen hier op het podium een spetterende carnaval. Wat heb ik daar juist gezegd, Diana? Waar of niet? Ja, dat is goed. Waar of niet? Voilà, hé. Hey.
Wimmer Roel. Kom hè. Lino Strijs. Sister. Ja. Prins. Proficiat. Merci, 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 merci. Ja, zoiets aan het feestdag van ik van de jaar doen. Ik ben even van de koord. Ja, zeg dus. Wat ga je nou doen van die Orea? Zo'n dingen van dat ga ik doen. Ah, ik wil echt meer dat de carnaval van de kinderen herop. Echt gewoon. Want dat blijft nog altijd onze toekomst. En dat, ja, dat moet nog gewerkt worden. Hey. Hey. Dokter Ba, hey. Dasha. Hallo. Waar is hij om? Ja, dat andere. Huh? Het andere tien. Sander had hier lukken. En hier had hey, Sander, hey, hey, guys. Hey. Laten we dat maar iets gegeven gaan, hoor. 4-1. Ja, jongens. Laat dan brok, hey. Hier brok en naar hier, hoor. Mag ik hier nog mee kunnen? En samen, hè. Huh? En samen. Hier had Sander. Kom maar. Wist, hoe lang was dit dan? Oh, ah, wel. Maar laat dat soort zeer weer stappen, Bre. Ik wist al en al dag weer eens hier. 4 seconden samen. Hey. Dat is al max. Nog 4 seconden staan, hey. Wat een duo! Hey. Ja, hallo! Sander en Tien zijn hier! Dat moet je zo aan, hè? De toepal is niet hey, goed! Hey, Skeun! Ja, ik val wat aan zo'n, hè, jongen! Hey. Is dat Skeun daarmee? Prachtig! Ja, als in een half het legendarisch, 63, Kajer, Prins, wow! Proficiat aan het weer! Merci, merci! Hij liet dat! Dat gewoon een fantastische carnaval weer, Napoleon. Hè, ze ja. Legendarische carnaval, hè? Ja. Ja, nou nog hopen op goed weer. Heb je ook congé gekregen, hè, van Ambos? Wat? Heb je ook congé gehad, hè, van Ambos? Dinsdag. Ah, wist nog niet, hè, dus ja. Ah, ja. Om je arrangé, hè? Om de arrangé. Sorry. Voilà, proficiat, hè. Dankjewel. Hey. Vier op jullie, de panieke. Ja, merci. Amai. Speciaal, dat was het wel, hè. Ja, het zal wel zijn, hè. Goed dat beloofde vanavond, dat ik niet speciaal werd. Zeg maar, hoe is dit zijn nou? Ja. Dat is hier allemaal gebeurd, iedereen is gelukkig. Maar, wat is dat nou? Ja, wat een draaier tijd gehad om te pijzen op iets nieuw, op iets groot. Zet, ik heb het in mijn speech gezet, het enigste wat de corona ons gegeven heeft, is de rood van vandaag. Dat is het enige goede dat we erover gehaald hebben. En door de omstandigheden, dat we op dat moment niet in de hand hebben, we kunnen nog niet, en we het eerst vandaag het kunnen doen. En wat is dan de meerwaarde daaraf? Allee, hé. Hey. Ja. Het is prachtig, maar ja. Ik ga vragen waarom. Ah, ik kan nog wel niet op, ik kan nog wel die 7 jaar in mijn stad en die al 40 jaar geen keizer heeft. Was tegen het moment dat er een nieuw kwam en deze is de jonge keizer. Het reactie in de zaal gehoord, zowel voor de prins als voor de keizer, die veronderstel dat er van nul het boeis op is. En dat we een vrije goede carnaval hebben. Ik hoop dat ze zijn, we gaan er een lap op geven. We gaan er een dikke boek op geven, ja. Inderdaad.